ben al van zondag onderweg. Ik sta op de M20 in Maidstone, 25 kilometer van de trein. Ik heb vandaag maar 600 meter gereden. De sfeer is, was eerst voor de middag heel stilletjes. Maar vanaf de middag zijn er mensen van de brug op de M20 allemaal eten en drinken komen brengen. Zelfs op een gegeven moment bier. En heel veel mensen aan het klaxoneren, al de chauffeurs heel blij. Dat was wel een klein kerstfeestje dat er hier was. Ik heb gelukkig al van mijn collega's gehoord dat de meesten al aan de trein staan. Zelfs al getest zijn en nog een paar moeten wachten om over te geraken. Ik zit alleen vast en ik weet nog niet goed wanneer ik erdoor ga geraken. Ik wens iedereen veel sterkte dat hierin staat. Dankjewel. Update van de situatie. Na 26 uur stilstaan heb ik 7 kilometer gereden. Ik sta nu 28 kilometer van de trein. De mensen die 6 kilometer van de trein stonden, ze zijn getest. Ze zijn nog altijd niet aan de overkant. Ik ging normaal kerstmis vieren met mijn familie. Iedereen zit te wachten, ik krijg heel veel steunmeldingen en berichtjes van hoe het zit, maar ja, nog altijd niks nieuws. We weten niet, ik heb nog geen chauffeur gehoord dat aan de overkant is geraakt. Het is kerstmis, dat we een beetje hebben gereden, dat heeft ons wel hoop gegeven, maar dit is echt heel uitzichtloos. Iedereen zit te wachten. Wij hebben gisteren koude pasta gekregen, bolognese met mijn doos snoepjes. Wat we vandaag gaan krijgen als kerstmaal, is een groot vraagteken. Ik hoop kreeft. Maar heel veel chauffeurs zijn kotsbeu. We vinden dat we niet mogen gegijzeld worden voor de Brexit gedoe. Volgens ons heeft dit niks meer met corona te maken. We zijn kotsbeu. Veel sterkte. Vrolijk kerstmis aan iedereen.